En het vorige gesprek was Jolijn Kruisberg. Ja. Dan heb je daar nog over nagedacht, Jan? Ja, zeker. Ja. Want? Wat ik daar wel heel interessant aan vond, is dat zij dus... Zij is totaal niet gemotiveerd met geld verdienen. Nee. Dat is gewoon niet waarom ze haar werkt. Ze wil wel dat het bedrijf gezond is en zichzelf zonder subsidie overeind kan houden. Ja. Maar meer als een middel dan als een doel in zichzelf. Ja, ja. Want zij heeft de hele tijd dat ze hier was, heeft ze geen enkele keer gepraat over geld verdienen, rendementen, percentages, dat soort dingen. Ze was alleen maar bezig met die mensen. Ja. En dat zette mij dan wel aan het denken. Dus de doelstelling van haar bedrijf is dus niet geld verdienen. Dat is een primaire doelstelling, een secundaire doelstelling. Ja, je kan het een beetje vergelijken. Zo zie ik het tenminste voor me, dat als je naar je lichaam kijkt, je moet zuurstof innemen om in leven te blijven. Ja. Zo moet een bedrijf geld innemen om in leven te blijven. Maar het doel van het lichaam is niet je bent niet op aarde om zuurstof in te nemen. Een goede metafoor. Voor. Ja, dankjewel. Heb je zelf bedacht? Nee, heb ik niet zelf bedacht. Maar dat geldt eigenlijk ook als ik kijk naar omdenken of mijn geschiedenis. Ik ben natuurlijk als ZZP gewoon in mijn eentje begonnen, zoals je weet, want je bent mijn zoon. En in de eerste jaren vond ik geld gewoon heel belangrijk. En dat vond ik ook een enorme kick. Dat ik meer kon verdienen en dat ik de omzet bijhield. En dat ik meer kon vragen voor het werk wat ik deed. Maar op een gegeven moment merkte ik, nou, een jaar of 10, 15 geleden, dan is die tak van sport is wel... Daar gaat niet zoveel voldoening meer van uit. En eigenlijk is het dan veel leuker om te kijken, nou, wat kunnen we betekenen voor mensen? En als mensen dan een mailtje sturen of ze hebben iets aan een podcast of een boek, dan is dat veel motiverender dan dat je gewoon nog wat meer geld... Ja, god, op een gegeven moment is er geld genoeg, toch? Ja. Lijkt mij zo. Ja. Dus dan is de primaire doelstelling van omdenken is andere mensen helpen, zeg ik dat goed? Ja, en ik denk wel dat het gesprek met Jolijn en ook het gesprek van wat we vandaag gaan hebben, het zet me natuurlijk wel aan het denken van wie helpen we dan precies of waarom. Maar echt dat je een doel hebt buiten jezelf, dat je iets voor andere mensen betekent, is wel heel erg motiverend. Ja. Ja. Nou, ik heb ook heel erg het gevoel dat wij ook heel erg werken gewoon om iedereen die hier werkt iets leuks te doen, te geven. Iets waar ze gemotiveerd voor zijn. Dat je met zin met plezier naar je werk gaat in zichzelf. Ja, ja. Ik vind dat een hele waardige doelstelling. Ja. En belangrijk, ik ben geprikt AstraZeneca gisteren op Koningsdag. Nou, wat wel grappig was, een beetje gênant, waren twee heel lieve mensen, die jonge mensen bij de huisarts die dan die prik zetten. En ik moet natuurlijk altijd flauw doen, dat is mijn natuur. Dus toen die prik gezet was, toen zei ik, het is wel Pfizer, toch? En toen keken ze me verschrikt aan en zei ik, ja, ik heb heel nadrukkelijk gezegd, ik wil geen AstraZeneca. Maar ja, die prik zat er al in. Dus, maar ze schrokken zo erg dat ik dacht, het is gewoon te gemeen om die grap vol te houden. Helemaal niet grappig. Ik heb meteen verteld dat het een grap was. Nee. Maar goed, ik ben geprikt de afgelopen week ben ik nog 5 dagen in quarantaine geweest, omdat een van onze medewerkers bleek corona te hebben. En dan moet je in afzondering, ben ik getest en na 5 dagen weer getest. En ik had echt zo'n gevoel deze laatste week, want ik wist natuurlijk al langer dat ik 27 april mijn AstraZeneca prik zou krijgen. Echt zo'n beetje het gevoel wat je... ik moest denken aan de Tweede Wereldoorlog, dat mensen feest vierden op de Dam, dat Nederland bevrijd was. Dat op die dag nog een aantal mensen vanuit de ramen rondom de Dom zijn neergeschoten door Duitsers. Toen dacht ik, dat moet mij niet overkomen. Vind ik ook heel vergelijkbaar. Ja, nou, maar je snapt het idee. Ja. Hè? Je wil niet en in quarantaine zijn en dan geprikt worden en dat je dan toch nog corona krijgt. Dus eigenlijk was het, terwijl ik er nooit echt bang voor geweest ben, zou ik het gaan krijgen of niet. De laatste week maakte ik me wel zorgen. Ik moet het wel goed doen de laatste weken, want me netjes over de... Mijn heel huis over de streep zien te krijgen. En hoe voelt het nu om over de streep te zijn? Nou, nog niet helemaal zeker. Want het AstraZeneca, dat moet natuurlijk gewoon even een paar dagen... Het duurt natuurlijk een tijdje voordat je echt goed beschermd bent. Eigenlijk ook de tweede. Maar ja, het belangrijkste is dat we natuurlijk met z'n allen als mensheid natuurlijk in een veiliger gebied komen. In mijn eentje heb ik nog niet zoveel aan. We moeten ons allemaal natuurlijk veilig gaan. We zijn boos. Boos op hoe in veel organisaties werknemers als kleuters behandeld worden. Boos op hoe nogal eens niet het welzijn van de wereld, maar de welvaart van directies, eigenaren en aandeelhouders centraal staat. In deze podcast gaan we in gesprek met mensen die, als het gaat om werk, fundamenteel anders durven te denken en vooral durven te doen. Met belangstelling luisteren we naar de verhalen van deze dwarsdenkers, pioniers, durvals, weirdo's, kortom, omdenkers. Met wie gaan we vandaag in gesprek? Jan. Ruim 1% van de Nederlandse bevolking is gediagnosticeerd met autisme. Slechts 47% van de volwassenen tussen de 16 en de 45 jaar met autisme heeft een betaalde baan. Meer dan de helft dus niet. Van diegenen die een betaalde baan hebben, zegt slechts 28% een baan te hebben die past bij hun vooropleiding en ambities. Volgens onze gast vandaag is dat niet alleen een kwalijke zaak, maar vooral een gemiste kans. Zijn motto is: autisme is een talent. En hij bewijst dat door met zijn bedrijf Talent Twist
juist mensen met autisme aan het werk te helpen. We hebben het over niemand minder dan onze gast van vandaag, de geweldige Ronald van Vliet. Tromgeroffel. En, nou, Ronald, fijn dat je er bent. Klopt dit? Ja, dat klopt. We hebben het van jouw website gejat natuurlijk en we lezen dat er gewoon voor. Maar deze gegevens kloppen. Ja, deze gegevens kloppen absoluut. Helaas, moet ik ook zeggen. Maar, helaas, want? Nou ja, net wat dat zegt. Er zijn heel veel mensen met talent en een goede vooropleiding. En die worden in mijn optiek gewoon overgeslagen voor de arbeidsmarkt. Terwijl zij ook dromen hebben en hun leven willen leiden. Ja. 1% van de bevolking. Ja, 1% van de bevolking. En meteen even over de vooroordelen van, dan hebben we dat maar uit de wereld geholpen. De vooroordelen die we kennen zijn natuurlijk Rain Man. En Kees Mook heet hij, hè? Kees Momma. Oh, sorry, Kees Momma, ja. Die bij de Wereld Draait Door geweest is. Ja. En dat is de eerste associatie die mensen hebben bij autisme. Ja, dat is de associatie die veel getrokken wordt, veel vooroordelen. Waarin inderdaad gezegd wordt van ja, men is maar in één ding goed, bijvoorbeeld. Hè. Dus de vooroordelen die je ook hoort is... De autist Sauvin. Precies, bijvoorbeeld. Precies, ja. En, maar goed, Kees is inderdaad iemand die ongelooflijk goed kan tekenen uit zijn hoofd. Zonder een voorbeeld. Hij heeft dat gewoon gezien. Maar verder is het algemene beeld dat ze eigenlijk alleen maar in de IT werken. Alleen maar goed met cijfers zijn. Heel erg op details zitten. Heel goed op details. Maar één ding tegelijk kunnen. Ja. Je nooit aankijken. Nou, dat zijn echt van die vooroordelen die iedereen al bijna paraat heeft op het moment van... dat is zo is iemand met autisme. Je hoort het ook in hoe mensen praten. Als iemand... uit zijn hoofd iets heel met heel veel detail weet, uit zijn hoofd alle cijfers uit een of ander document weet op te raden, zeggen mensen, oh, je lijkt wel een autist, man. Ja, precies. Ja. Dat klopt. En het leuke is, dat is ook toen ik me daar een beetje in verdiept, is dat de meeste mensen met autisme in de zorg werken, bijvoorbeeld. Dat wist ik helemaal niet. In de zorg, joh. In de zorg, ja. Dus helemaal niet in de IT. Compleet tegenovergestelde wat je zou verwachten. Ja, dat klopt. En ja, bij autisme is het gewoon van, joh, waar je goed in bent of waar je moeite mee hebt, dat verschilt gewoon per persoon. Dus het is heel lastig als je alvast het stempel krijgt, al voordat je iets gezegd hebt, bij wijze van spreken. Hey, laten we even de geschiedenis voor jou... want jij hebt dus een bedrijf wat autisten... Waarom zeg je autisten of mensen met autisme, of maak je dat niet zoveel uit? Sommige mensen zeg ik mensen met autisme. Ja. Dat ligt meestal het minst gevoelig, zeg maar. Autisme is meer echt een soort label op je voorhoofd dan, hè? En als je het aan de mensen zelf vraagt, zijn ze daar heel verschillend maakt in. Maakt niet zoveel uit. Nee. Zijn verschillend, ja. Zijn verschillend erin. Dus de ene vindt prima om te zeggen, om het over autisten te hebben. En de ander zegt, ja, nee, ik ben geen autist, ik heb autisme. Ja. Nou, daar ben ik zelf al een voorstander van. Dan, dus ietsje netter, zeg maar. Iets netter, ja. Hoe ben je, beschrijf even wat je doet en hoe ben je er zo toe gekomen? Laten we daarmee beginnen, want dan luisteraar ook een beetje beeld heeft van... beetje context. Van de context. Ja. Beetje context, precies. Ja. Nou, ik ben impactondernemer, zoals ik dat zelf dan noem. Dus voor mij is het ook echt... ik probeer banen voor mensen met autisme om werkgevers te vinden dat zij hen een baan bieden, dat ze een kans geven. Dus voor mij is het ook, ik ben een sociale ondernemer, geld verdienen is een middel. Ik hoorde jullie dat net al even in de inleiding zeggen. Ja. Dat is hier ook zo, dat is een middel om impact te maken. Je moet geld verdienen voor je continuïteit, maar het is niet primair het doel op zich. En ik ben daartoe gekomen, dat is al langer geleden, 2009... heb ik mijn eerste onderneming opgericht, ook voor mensen met autisme. En dat was ingegeven door mijn oudste zoon. Ik heb 4 kinderen. Mm-hmm. 2 van hebben autisme, de oudste en de jongste. De oudste is nu 23. En op het moment dat hij van... Beide jongens? Of, Nee, een jongen en een meisje. Ja, dus, de oudste is een jongen? De oudste is een jongen en de jongste is een meisje. Ja. Die wordt 17 eind van de week. En was vroeger altijd op Koningsdag was die jarig. Dus de vlag ging altijd uit. Maar ja, nu is het, of Koninginnedag was het. En nu is het Koningsdag, is dat helemaal weg. Altijd pech ook, hè? Precies. Ja. Maar toen de oudste van de basisschool naar de middelbare school ging... toen was ik als vader een beetje verbaasd. Van, hey, joh, waarom zit men eigenlijk niet te juichen om iemand met een rugzakje? Want hij had al een diagnose. Hij had al een diagnose, Vanaf hoe? Vanaf zijn 7e ongeveer, toen hij 7 jaar oud was... Waar merk je dat dan aan? Dat je denkt, nou... Dat merk je aan... dat was bij hem vooral sociale interactie. Dus gewoon dat je niet dingen waarvan jij denkt... van joh, dat begrijpt iemand wel. Ja, dat is niet altijd even vanzelfsprekend. Dus je moet zo dingen wat meer uitleggen, wat meer in de context. Ja. En dan gaat het prima. Dus als ouders waren wij dat wel gewend. Ja. Het is heel vreemd dat anderen dat niet gewend waren. En dan ben ik wel benieuwd, hoe voelt dat dan als ouder als je... als je dat dan te horen krijgt voor het eerst? Ja, dat is. Dan moet ik wel eventjes teruggraven hoe dat toen was. Maar ik weet dat op dat moment liepen wij wel tegen dingen aan. En dan zegt de buitenwereld van weet je, is gewoon lastig. En je moet hem gewoon opvoeden. En
Nou, je kent het wel, hè? Ook alle vooroordelen. Als in je opvoeding doe je gewoon dingen verkeerd. Terwijl wij zoiets hadden van, ja, weet je, maar wat dan? Dus daar zijn we ook al in geholpen. En nou, we bleken het redelijk normaal te doen, zeg maar, in dingen. Dus best wel goed aan te pakken. En bij hem speelde er gewoon meer, weet je. Het was niet dat hij niet wilde of niet of dat hij zijn kont tegen de krib gooide, zeg maar. Het was echt, hij snapte gewoon sommige dingen niet. Je zag hem er zelf mee worstelen. Ja. En ik herken dat wel, want ik ben als kind heb ik een ADHD-diagnose gehad. En een stoornis op het autistisch spectrum. Ja, dachten ze. Dachten ze, ja. En ook oefeningen en in clubjes en op training gaan met kleuren en kaarten en dingen doen om emoties te leren herkennen. Ja, en leren mensen de hand te schudden en in de ogen te kijken. Ja, precies. Ja. En kunstjes leren, ja. Ja, en toen, kunstjes leren. Ja, dat was allemaal toen ik tussen de 12 en de, uit mijn hoofd, misschien iets eerder, tussen de 12 en de 14 was. Toen ben ik daarna gewoon mijn leven gaan leiden. En toen, als volwassene, liep ik ook tegen dingen aan. Toen, een aantal jaren geleden, ben ik naar een psycholoog gegaan voor een nieuwe diagnose. En toen ben ik opnieuw als ADHD gediagnosticeerd. En ik weet nog voor mezelf dat het toen een enorme opluchting was om heel veel gedrag waarvan ik dacht van, nou, dat ligt aan mij, dat is mijn schuld, ik ben hier slecht in, om opeens te zeggen van, nou ja, dat is gewoon normaal. En in plaats van manieren zoeken om dat gedrag weg te halen bij mezelf, eerder manieren zoeken om te leren leven met dat gedrag. Ja. Dat was heel, heel prettig, eigenlijk. Ja. Heel gek is dat. Maar goed, een beetje puzzeltje, puzzeltje valt in elkaar. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. En ik weet, zoals ouders hebben wij met jou, maar ook met de andere twee jongens, echt een hele lange zoektocht. Wat is er nou? Wat doen wij verkeerd? Doen we iets verkeerd? Is het eigenlijk gewoon heel normaal wat er nu gebeurt? En als ouders wil je natuurlijk goed doen. Je wilt het allemaal goed doen. En voor je het weet ben je in paniek en gestrest. Dan ga je allemaal met oplossingen komen die het probleem eigenlijk alleen maar erger maken. En heel erg goed zien wat er is. En dat dan vervolgens zien als iets waar je ook dingen mee kunt. Niet alleen maar als een gebrek, nou, vooral als een kwaliteit. Maar dat is een enorme, enorme zoektocht geweest. Ja. Het is nog steeds voor mij een zoektocht om te leren leven met mezelf. Ja, ja. Ja, ik kan me iets bevoorstellen. Dat is... Maar jullie hadden een zoon van 7 jaar en toen kwamen erachter, hij heeft een stoornis, zeg maar. Ja. En hoe ging dat verder dan? Hoe dat verder ging is, toen op de basisschool, hij werd ook heel veel gepest. Dat is ook iets waarin je dat ook wel ziet met kinderen onderling. Maar uiteindelijk was er een school en die had een hele bijzondere oplossing. Die hadden een trajectklas, zoals dat dan heet. Dus wat er gebeurde was dat hij startte in een klasje van 6 of 7 kinderen. Maar werd wel gekoppeld aan een brugklas. Dus de brugklas wist dat hij daarbij hoorde en daarin stroomde. Dus hij startte apart en gefaseerd ging hij in het reguliere klasje mee. En zo rond de kerst zat hij gewoon in de reguliere klas. HAVO is hij toen gestart. En dat ging eigenlijk prima. En waarom ging dat prima? Hij had de rust om aan school te wennen, aan de structuur te wennen. De klas die wist gewoon van, nou weet je, hij hoort er gewoon bij en hij komt erin. Was ook bekend dat hij autisme had. Ja, heeft zo zijn handleiding, zeg maar. Precies, dus het was een hele vanzelfsprekendheid dat gebeurde. En er is daar op school eigenlijk niks misgegaan in die hele periode. Heeft het ook keurig afgemaakt, heeft er ook geen slechte herinnering aan. HAVO-diploma gehaald. HAVO-diploma gehaald, hij is daarna HBO gaan doen, mechatronica. Heeft hij ook in één keer keurig afgemaakt. Nu zit hij op de universiteit, ze hebben net schakeljaar gehad. Dus op zijn manier gaat hij daar ook mee verder. Hij woont sinds de 17e op kamers. Nou, dan zie je ook als ouders van, joh, gaat het goed? Op zijn manier gaat het ook helemaal prima goed. Dus ja, weet je, hij vindt zijn weg daarin. En nou ja, in diezelfde fase, zeg maar, dat hij naar de middelbare school ging, denk ik van, ja, als ouder, hoe gaat school er nou eigenlijk uitzien? Hoe gaat werk eruit zien? Nou, toen heb ik me verdiept in de cijfers. En ik weet de cijfers uit 2009 was toen dat 72% van mensen met een hbo-opleiding geen werk had. In het algemeen of mensen met... Nee, in het algemeen was dat. 72% van de mensen die de opleiding hadden afgemaakt was toen, was 2009. Ja. Kwam niet aan een betaalde baan. En ik van, ja, dat vind ik absurd, daar wil ik iets mee. Dus toen heb ik samen een compagnon een bedrijf opgestart in Utrecht ook, Specialisterre heet dat. Mm-hmm. En daar hebben we mensen in de IT aangenomen als software tester. Dus we waren zelf werkgever, we hadden zelf de werkomgeving aangepast. Geen telefoons, geen afleiding, dat soort dingen. Dus een beetje een rigide werkplek, saaie werkplek eigenlijk, zeg maar. En we haalden het werk naar binnen, mensen kwamen bij ons, we hadden coaches op de vloer. En dat ging eigenlijk prima.
Maar hoe gewoon met eigen geld of met subsidie of een ondersteuning? Of hoe hebben jullie dat op beter te zetten? We zijn begonnen met eigen geld. Toen was het nog pionieren, was relatief nieuw. Dus wij konden ook wel vrij goed aan subsidies komen. En dan niet zozeer van de overheid, maar veel meer van speciale organisaties, zeg maar. Speciale fondsen die daar wel in wilden investeren om dat te ontdekken. Van hoe doe je dat dan, zo'n omgeving inrichten? Toen was het 2014. Toen waren er op een gegeven moment een hoop van onze medewerkers die zeggen van, nou, ik ben heel blij dat ik werk heb, maar met mijn vooropleiding kan ik wel wat meer dan alleen dat software testen. Dus die zaten eigenlijk bij die 28% die niet passen, die niet bij de juiste. Want de software testen was technisch vrij simpel werk, zeg maar. Dus technisch was het vrij simpel werk. En ja, er waren al een aantal voorbeelden. Dus het is ooit in Denemarken is het begonnen. Nou, na een jaar of vijf hadden we 47 mensen met autisme ook in dienst op twee vestigingen. Kon het al zonder subsidie draaien? Of, Daar hadden we minder subsidies voor nodig. Dat is, het ging minder, financieel de goede kant op, zeg. Ging maar. Financieel de goede kant. Ja, het was binnen 8 maanden, was het, zoals we dat dan keurig heten, cashflow positief. Nou, dat is van belang. Hè? En in jullie bedrijf, het was echt prioriteit, zoveel mogelijk autistische... Nou, sorry, mensen, ja, met een autisme. Mensen met autisme. Pas op, ja. Hè. Pas op. Ja. Je kon het niet verkeerd doen, hè. Dus dat was... ja. Ja, nee, dat klopt. En wat ik daar dus vooral mee maakte, was dat mensen die solliciteren, die hadden niet altijd een IT-achtergrond. En ook niet altijd een HBO-WO-opleiding. Want dat was ook de doelgroep. Hè. Bij beide bedrijven was het HBO of WO. Maar goed, toen kwamen ook mensen met een MBO-opleiding. En er kwamen ook mensen die een andere opleiding hadden, maar zeggen, ja, ik kan geen werk vinden. Kan ik dan iets in de IT? Dat je dat eigenlijk ging krijgen. En begin vorig jaar... ben ik uit dat bedrijf gestapt. Toen kwam brak corona aan. Gaf voor mij even de tijd om na te denken van ja, wat nu? En toen denk ik van ja, weet je, er zitten er nog zoveel thuis. En het kan niet zo zijn dat je mensen alleen maar aan het werk kan helpen door daar een speciale bedrijf voor in te richten. En heel bijzonder is het niet. Heel ingewikkeld is het ook niet. Dus je kunt die mensen het beste helpen als je gewoon andere werkgevers bereid vindt om ook gewoon een paar van deze mensen in dienst te nemen. Ja. En juist, waarom niet? Dat is het vooral. Ze hebben een goede opleiding, ze willen graag. En daar ben ik TalentTwist voor opgericht. Over heel recent, hè? TalentTwist. Ja. Namelijk? Oktober 2020 is het gelanceerd. Ja. En heeft het ook geholpen dat mensen door corona meer en meer ook thuis gingen werken? Is dat een voordeel voor jou geweest? Ja, dat is zeker een voordeel geweest. Ik had een contact met een bedrijf in België. Dat was het enigste voorbeeld wat ik kende, zoals zij dat noemen, op het gebied van telewerken. En die zei van, joh, dat werkt prima. Dat was voor coronatijd. En in coronatijd sprak ik die man en zei, ja, het is veel makkelijker geworden. Ja. Want iedereen snapt het. Iedereen is gewend nu. Ja, precies. Ja. Dus je hoeft het niet meer uit te leggen. Dus die barrière hoef je ook niet over. En even voor de beeldvorming. Het zijn dus niet alleen software testers, maar ook tekstschrijvers, webdesigners, boekhouders. Eigenlijk die lijst is eigenlijk oneindig, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is een heel breed spectrum. Eigenlijk alles wat je vanaf achter een beveiligde internetverbinding kunt doen. En dat de locatie niet uitmaakt. Dus grofweg zijn het kantoorbanen. Of in de financiële wereld, accountancy-administratie. Of in de IT. En daar zit inderdaad nog een groep tussen. Ook van juristen, wetenschappelijke onderzoekers, vertalers. Kan van alles zijn, maakt niet uit. Kan van alles zijn. En hoeveel mensen bemiddelen jullie op dit moment? Op dit moment ben ik er met 15 bezig. En mijn doel is om aan het eind van het jaar wil ik er 40 in ieder geval minimaal aan de slag hebben. Ja. Ik heb gelezen, jij schrijft, veel sollicitanten hebben krassen op hun ziel opgelopen. Ja. Kan je dat toelichten? Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, dat zijn de verhalen die je hoort van de medewerkers die we gehad hebben. Bijna iedereen heeft wel een algemeen verleden dat ze gepest zijn. Op de basisschool, vroeger ook nog wel op oudere leeftijd. Veel, helaas, wat je hoort, gebroken gezinnen. Dat is een beetje, als ouders worstel je met hoe dan. De ene kan daar wat makkelijker mee omgaan dan de ander. En ook dat kan nog wel eens een frictie drijven. Ook dat dragen ze mee. En dan vervolgens, als je dan wil gaan solliciteren, heb je zelf bijna geen zelfvertrouwen meer. Dus iets, en het geldt niet voor iedereen. Hè. Het is, voor iedereen is dat anders. Maar dat is gewoon wat je veel ziet. Weinig zelfvertrouwen in jezelf kunnen verkopen. Dat vind ik altijd het mooie in gesprekken. Je krijgt hele eerlijke gesprekken, dus je krijgt geen sociaal wenselijke gesprekken. Dus het is niet dat iemand zich nou
op de borst gaat kloppen waar hij enorm goed in is. Maar dat is gewoon heel eerlijk. Ja, het is grappig dat je zegt, want we hadden een jaar geleden ongeveer hadden we een stagiair Harold. En die was ook iemand met autisme. En die heeft in zijn sollicitatie dat als allereerste ding bovenaan zijn brief gezet van, nou ja, ik heb autisme. En daardoor ben ik juist heel goed vanwege bla bla bla, een aantal redenen. Ja. En we hebben hem aangenomen, hè? En we hebben hem aangenomen. En ja. Een van de dingen die hij noemde was, ik ben gewoon heel eerlijk. En aan mij heb je iemand die altijd de waarheid zegt. En dat is heel waardevol. En ja, juist omdat hij dat zo presenteerde, hebben wij hem meteen gezegd, nou kom maar, want dat vonden we superleuk. Ja, cool. Maar heb je nog een vacature? dat is ontzettend lastig van corona. Dat voor ons werk natuurlijk heel veel dingen opeens totaal anders zijn. Ja. En ook heel veel minder kan. Maar ja, absoluut, daar staan we heel erg voor open. En dat is natuurlijk heel erg omdenken ook. Dat je niet kijkt naar wat er niet is en dingen als een gebrek ziet. Maar dat je kijkt naar wat er wel is en wat je ermee zou kunnen. En wat is er leuker dan te bedenken dat een ogenschijnlijk gebrek juist ook wel eens een talent zou kunnen zijn. Niet per definitie en niet altijd, maar soms natuurlijk wel. Dus kan je een voorbeeld geven van iemand waarvan jij zegt, nou, daar had ik een gesprek mee of die is aan de praat gekomen bij ons. En daar doe ik het nou voor. Dat geeft mij de. Daarvoor bestaat Talent Twist. Heb je even. Ja. Nee, ik kan mij nog heel goed herinneren in inderdaad zo'n gesprek dat iemand zegt van ik heb vaardigheden aangeleerd gekregen, zeg maar. En, zoals handgeven, aankijken. Precies. Eigenlijk een soort gedresseerde aapgedrag. En ik weet nog, als werkgever zijnde was dat een situatie dat je dat ging op een gegeven moment over een relatie. Werkgever, werknemer. Daar was iets waar we het niet helemaal over eens waren. En ik kreeg het maar niet uitgelegd. Dat lukte maar niet. Dus op een gegeven moment versprak ik mij, of weet ik niet. Dus op een gegeven moment zei ik tegen die persoon van, joh, bekijk het eens van mijn kant. En toen zegt hij van, ja, daar heb ik 2 trainingen in gehad. Dat kan ik niet. Maar ik hoor aan je reactie dat ik het wel eens mis zou kunnen hebben. En dan denk ik, nou, dat vond ik zo'n vaardigheid. Dat iemand dat soort zelfreflectie had. En toen dacht ik ook op een gegeven moment van, jee, wat is dat voor jou eigenlijk lastig? Die is continu aan het omdenken, om het maar even zo te zeggen. Continu denken van, hoe kijkt de ander tegen mij aan? En hoe moet ik mij sociaal wenselijk opstellen? Al die dingen die voor ons super vanzelf gaan, helemaal vanzelfsprekend. Ja. Ja, dat is verschrikkelijk. Precies. Ja. En er zijn ook, ja, dat weet ik ook wel, jongens die 5 jaar inderdaad op een zolderkamer zitten en programmeren voor een hobby. Nou, die had ook aangenomen, ja, weet je, het hele leven veranderen. Het was de beste programmeur die we hadden en kreeg plezier in het werk. Onderling sociale contacten, je ziet gewoon levens veranderen en opbloeien. En wat eigenlijk voor iedereen met werk ook geldt, ook daar hebben we wel een voorbeeld van. Dat weet ik, dat iemand die kwam uit een, hoe noemen ze dat, spoor 2 traject ergens. Maar die zat op een soort dagbesteding. Ja, heel slim in de IT. Hebben jullie iets voor hem? Nou, laat maar stage lopen. Stage lopen, wauw, eigenlijk best goed. Een vak geleerd. Ik weet dat die jongens een salarisstrook kregen. Zei, nu heb ik een baan. Nu wordt het tijd voor een vriendin. Hmm. 4 maanden later woonden die samen. Ik geloof nog 4-5 maanden later zegde hij zijn baan op. Want hij had bij een IT-bedrijf gesolliciteerd. En hij rijdt nu de hele Benelux rond met een leaseauto. En ja, heeft gewoon zijn hele leven op de rit. En ja, dat soort dingen. Dat is jouw primaire doelstelling. Ja. Weet je, het is gewoon, je creëert kansen. En het enige wat je doet, is je geeft iemand een baan. Dat is het. Meer doe je niet. Ja, het enige, een baan is nogal niet wat voor mensen natuurlijk. Precies. Ja. Dus voor iedereen is dat belangrijk. Ja, in onze samenleving, je baan bepaalt alles. Bepaalt je plek in de samenleving. Ja. Ja. Wat je doet het grootste deel van de dag. Waar je jezelf ontplooiing vandaan zou moeten halen. Ja. Of je erbij hoort, of je nuttig bent. Of je, nee, dat was ook inderdaad zo'n uitspraak. Ik weet dat wij, zoals dat dan keurig heet, een stakeholders bijeenkomst hadden. Dus dat is gemeente, UWV, medewerkers. Wat betekent het nou, het hebben van een baan? Toen kwam er iets heel eenvoudigs uit. Zeg, ik heb iets te vertellen als ik bij de kapper zit. Ja. Dat dus. Ja. En dat is, dat is echt gaaf. Want jij moet dus bemiddelen tussen werkgevers aan de ene kant en mensen met een autisme aan de andere kant. Wat is nou aan de kant van werkgevers of Peters hele opdrachtgevers? Hoe is het kennisniveau daar? Hoe reageren ze op jouw initiatieven? Wisselend. In eerste instantie heel positief. Dat sowieso. Maar goed, het wordt gewoon als een goed verhaal herkend. En, maar ja, dan is het, op een gegeven moment moet je het ook gaan doen. Dat is ook nog de praktijk. Precies. Dus je hebt ook een hoop applaus vanaf de zijlijn. Goed bedoeld hoor, want applaus is ook altijd leuk. Maar daar verdien je geen boterham mee, om het zomaar. Maar het is net of iemand het al ermee bekend is. Daar is het een stuk makkelijker.
Maar onbekend is onbemind, dat hoor je ook nog wel eens. Dus ik weet wel, de allereerste die, persoon die ik vanuit Talentwist kon plaatsen, was een onderneming die zegt van ja, wij zijn er niet zo mee bekend, dus we willen er ook niet mee naar de buiten komen dat wij iemand met autisme aannemen. En waarom niet dan? Zou dat gênant zijn op de een of andere manier? Dat vind ik heel raar. Nou, dat is toch een beetje het vooroordeel voor jou. Dat was gewoon een goed IT-bedrijf van een jonge dynamische uitstraling. En ja, misschien toch bang, weet ik niet. Het is niet zo uitgesproken, maar misschien toch bang dat het wat suffig is of zo, weet je. Omdat de wereld, buitenwereld als een soort losers gezien. Precies. Een club met losers in dienst. Ja. Zoiets. Ja, ja, dat kan. En, maar goed, de ervaringen zijn positief en het is omgeslagen. En het is van, ja, weet je, nu willen we wel meer mensen met autisme hebben. Want ja, het zijn eigenlijk gewoon medewerkers. Ja. En dat vind ik ook het bijzondere ervan. Ik vind het ook gewoon normale medewerkers. En toch moet je het een soort met apart benoemen om het zeg maar in de spotlight te zetten. Om eigenlijk weer te zeggen van ja, want het is eigenlijk heel normaal wat je doet. Dus wat je doet moet eigenlijk niet nodig zijn. Maar ja, het is wel even nodig om... Om te zorgen dat het weer gewoon wordt. Om te zorgen dat het weer gewoon wordt. Ga jij mee eerst. Ja, nee. Op je website zeg je dat sommige werkgevers ook echt bewust op zoek gaan naar de meerwaarde van werknemers met autisme. Ja. Maar ik was wel benieuwd, wat is dan echt de meerwaarde? Wat kan iemand met autisme veel beter dan iemand zonder? Ja, nou, ook dat is heel verschillend bij iedereen. Hè. Dat is ook, hè, waar iemand moeite, nou, dat heb ik al eerder gezegd, waar iemand goed in is of juist moeite met verschil per persoon. Maar wat je wel heel veel ziet, is dat de concentratie wordt... men is in staat om concentratie langer vast te houden. Daartegenover staat dat het ook weer heel veel energie kost. Dus misschien de werkweek wat korter is, omdat je dan op bent, zeg maar. Dat je de batterij even op moet laden. Maar wel gefocust blijft. Dus dat wat je vraagt, dat wordt ook echt uitgevoerd. Er is ook zo'n vooroordeel dat iemand zeg maar één ding tegelijk kan. Nou, er zijn ook mensen die prima meerdere dingen tegelijk kunnen. Alleen aan vragen van, joh, maar... Het kan wel zo zijn dat ik even iemand nodig heb die mij af en toe even helpt als er een heel lijstje ligt wat nou de prioriteiten zijn. Wat hoofd- en bijzaken zijn. Want ja, als je alles vraagt, dan wil ik alles doen. Dus. Verrassende inzichten. We hebben dat gezien op het gebied van IT. We hebben dat ook gezien op het gebied van administratie. Een hele groep kan een bepaalde oplossingsrichting indenken. En er komt iets helemaal van de andere kant binnen waar niemand aan gedacht heeft. En dat vloeit dan wel toch wel voort uit autisme, omdat men op een andere manier naar de situatie kijkt. Nou, puur omdat iemand anders denkt, bedenk je andere dingen. Precies. Ja. Dat. Structuur komt er vaak als vanzelf in het werk. Want ja, men denkt gestructureerd. Dus ja, dat uit zich ook in een hoop dingen. Ja. Dus dat zie je in code, maar dat zie je ook in beschrijvingen. Dat zie je ook in overdracht, dat zie je in documentatie. Dat brengt gewoon heel veel meer. Die dynamiek, zoals je het zelf net noemde, die eerlijkheid. Hè? Neem iemand aan die eerlijk is. Ja, dat is heel ontwapenend voor de rest in de groep. En ook ja, wel heel gaaf. Er zit nooit een politieke boodschap in. Nee, ik vond dat persoonlijk heel prettig. Ja. Dat ik de stagiair, hij was er een week of zo. En ik vroeg hem om feedback op iets. En zeg gewoon, nou, ik vind niks. Ik vind het lelijk. Welke stagiair zou zelfvertrouwen hebben om dat te zeggen? Dat vind ik heel waardevol. Ja, niet zoveel. Super. Ja. En dan zijn er best dingen die je bij kunt leren op welke manier je zegt dat het niet waardevol is. En dat kan in een eigen team kun je heel veel, heb je heel veel vrijheid en dat soort dingen. Nou, als er dan een relatie bij zit en je weet dat iemand het misschien wat onhandig kan brengen. Nou ja, dan neem je dat deel van het gesprek over. Of je spreekt inderdaad, dat kan ook dat je iemand er best op aanspreekt. Van, joh, als zoiets komt, laat dan iemand anders het even uitleggen. Ja. Maar aan de andere kant vinden ook, dat is ook de ervaring... Als gewoon mensen, als er een directe relatie is tussen een opdrachtgever en een medewerker. En je weet het van elkaar, dan waardeert men het ook hetzelfde wat je zegt. Dan waardeert men het eigenlijk ook. Ja. En dan hoor je ook wel eens van, ja, ik wou dat eigenlijk al onze medewerkers het zo deden. Want ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Ja. En dat kan ook zijn, dat weet ik ook nog een traject, inderdaad met software development. Dat men echt volledig de verkeerde weg was ingeslagen. En dat iemand zegt van, ja, maar dat gaat niet goed met allerlei redenen erbij. En dan zegt zo iemand van, ja, had ik dat maar eerder geweten. Ja. Had een hoop geld bespaard. Hoe ben je veranderd dan de afgelopen 10, 15 jaar door dit te doen? Hoe heeft het jou beïnvloed als mens? Ja, ik vind het ongelooflijk gaaf dat je leven ziet veranderen zonder dat ik het gevoel heb dat je daarna zoveel meer voor hoeft te doen. Ik bedoel, het is zo gaaf als je mensen, zoals ik het zei, met een kras op hun ziel binnen zien komen. En je ziet hun zelf dat zelfvertrouwen weer krijgen, het leven oppakken en dat soort dingen doen. En ik ook een beetje heb,
Ja, voor mij gaat het ook niet meer om geld verdienen. Dat had ik toen mijn kinderen jong waren. En dat is ook logisch, weet je. Je wil ze laten studeren. En gezin draaien houden. Precies. Dat moet gewoon, ik wil ook een Nintendo 64. Ja. Dat is heel duur. Precies. Ja. En uiteindelijk leer je ook wel, van, joh, als je alles een beetje eerlijk verdeelt, dan heeft iedereen gewoon een goede boterham. En niemand hoeft er een veer om te laten, zeg maar. En als je dat gewoon goed uit kan leggen, dan is dat helemaal prima. En ook daarin zie ik het verschil in die afgelopen 10 jaar. Bij de vorige bedrijven toen we begonnen, was het bij ons ook, als vanzelfsprekend, omdat het beperkt geld was, waren de lonen wat lager van de mensen die kwamen. Zeggen, ja, weet je, we investeren niet in een leaseauto, maar wij investeren in de jobcoach, bij wijze van spreken. En nu, door het te doen zoals ik het nu doe, krijgen de mensen gewoon de lonen die collega's ook krijgen. Dus dan hoeft dat ook niet meer. Dan maakt het ook een stuk makkelijker. Ja. Dus ja, ik word hier wel blij van. Ja. Tot nu toe, we hebben het in mijn beeld vooral over mannen. Ik zie daar mannen voor me. Maar er zitten ook heel veel vrouwen met autisme. Ik lees echt vooral even wat verontrustende cijfers die ik van jouw website gevonden heb. Algemene cijfers. 42% van de mensen met autisme, van de mannen, is alleenstaand. Maar bij vrouwen nog meer, 47%. 51% is ontevreden over sociale contacten. Heel veel vallen uit in het onderwijs. Zijn vrouwen een vergeten groep binnen deze wereld? Sowieso is het, waar een diagnose op gesteld wordt, is het aan de man inderdaad veel meer dan aan de vrouwen. Wat ik begrepen heb, ik ben er niet helemaal in thuis, ben, wat dat er gaat geen specialist erin, maar wat ik wel begrepen heb is dat het bij vrouwen is de diagnose later, omdat ze weten het beter te verbloemen. Ze weten daar beter mee om te gaan in hun sociale contacten en dat soort zaken. Dus ze komen er later tegenaan. Maar referentiekader, voorheen waren die IT-bedrijven. En dan heb je in de IT sowieso werken meer mannen dan vrouwen. Dus ja. Wat ik voorbij heb zien komen, waren ook vooral mannen. Nu ik met Talentwist begonnen ben, was mijn grootste verbazing dat het aantal mensen die zich inschrijven op zoek naar een baan, is ongeveer 50-50. Hmm. Dus veel vrouwen en dan veel in de creatieve hoek en de administratieve hoek. Dus die zoeken inderdaad op social media specialist of teksten schrijven of kan iets met journalistiek doen. En de mannen zitten meer in toch ook wel de IT-beroepen, zeg maar ook wel een aantal vrouwen erbij. Dus het is wat lastiger om die diagnose te stellen. Daarop komt het wat laat. Daarom is het ook voor vrouwen veel lastiger om daar op een gegeven moment hun weg in te vinden, omdat je ook wat later start, zeg maar, met die puzzels die in elkaar komen. En ze zullen dus sneller langer geneigd zijn te denken, er is iets mis met mij, ik kan iets niet, ik ben onhandig. Ja. Ik ben een probleem, in plaats van ik heb iets waar ik mee moet zien te leren leven. Ja, dat klopt. Wat ik wel heel goed vind, is dat zie je wel, allerlei ledenorganisaties en eromheen is dat het autisme bij vrouwen staat nu veel meer in de spotlights, om daar om hen ook echt te helpen, zeg maar. Je hebt een zoon en een dochter die een diagnose hebben en een autistische stoornis hebben. Heeft dat jouw leven gevormd? Ja, zeker. En hoe zou je dat? Hoe zou je leven geweest zijn zonder dat? Heb je daar een beeld? Ik weet niet of ik dan oog had gehad voor. Dat is lastig, hè, want dat is echt een hypothese. Je kan dat bijna niet zeggen natuurlijk. Nee, ik weet niet of ik oog zou hebben gehad voor de mensen die het lastig hebben. Het zit wel in me, maar zoals ik er nu mee bezig ben, ja, dat is lastig in te vullen, weet ik niet. En wanneer wist jij van dit? Wanneer wist je met je oudste zoon en je jongste dochter, wanneer wist je, dit is mijn leven eigenlijk heel erg aan het kleuren, aan het bepalen? Wanneer wist je dat met zekerheid? Ik denk op een moment dat ik vooral bezig was met geld verdienen. Dus geld verdienen voor het gezin. En vooral de trigger van mijn vrouw die op een gegeven moment zei van, ja, weet je, het is wel leuk al dat geld verdienen, maar ik zit wel met toen waren ze nog jonger, ja, met 4 kinderen iedere avond te eten en ik breng ze naar bed en dat soort dingen. En waarbij je op dat moment realiseert van, ja, ook, we zijn ook geen gemiddeld gezin, zeg maar, daarin. Wat voor de rest wel aanwijsbaar was, was dat wij als toen wij wisten dat bepaalde structuur helpt in een gezin, en dat ook de oudste vooral hielp, waren wij, zonder dat we het echt door hadden, best wel gestructureerd bezig. Iedereen had zijn vaste plek aan tafel, iedereen had zijn eigen kleur, van bordje, beker of weet ik wat,
Voor mij dus, hè, als ik weet nog wel, ik kreeg van een relatiegeschenk 4 stuiterballen. Allemaal in een kleur. En ik hoefde hem alleen maar op te houden. Iedereen pakte zijn eigen bal, zeg maar. Ja. Vaste plekje in de auto, dat soort dingen. Dus je mijt onverwachte situaties. En dat slijpt erin en dat gaat als vanzelf. En zijn er ook dingen die jij hebt geleerd van je kinderen? Dat je denkt van, nou, ik had dat nooit zo goed gedaan als ik dat niet van hen had geleerd. Ja, dat is manieren van vragen stellen, bijvoorbeeld. Dat is dus je dat ook als wel als vanzelf. Hè. Als je weet dat iemand gewoon met een open vraag moeite heeft. Nou, dan, of met een gesloten vraag juist iemand de verkeerde kant op stuurt. Nou, dan vraag je het op een andere manier. Ja. En dat is als vanzelfsprekend. Dus dat merk ik ook wel. Waardoor ik het ook voor mij makkelijker vind om talent twist met andere werkgevers te werken. Ik denk dat ze daar ook wel bij kan helpen, omdat het voor mij zo natuurlijk is daarin. Maar toen wij niet wisten dat de jongste dochter autisme had en mijn oudste zoon op kamers ging, lieten wij die structuur los. Hmm. Dus we hoefden niet meer per se om 6 uur te eten 's avonds, bij wijze van spreken. En toen merkten we pas dat er iets misging. Ja. Bij, oh, want die diagnose was nog helemaal niet gesteld. Die diagnose was er nog niet. Ja. Dus jullie waren heel wel zo gestructureerd aan het leven dat ze zich gewoon helemaal op de plek. Ja, precies. Ja. En ja, dan denk je van, nou, weet je, het is niet meer nodig. Dus, weet je, we zien wel wanneer we eten als we trek hebben, weet je, dat soort dingen. Of eerst nog even dit of dat doen. Ja, ja, en dan zie je iemand wegglijden. Hey, wacht even. Dat is. Nou ja, en als je dan die structuur weer terugbrengt. Dan merk je het. Hebben je haar te laten testen ook? Of, ja, ja, zij wilde dat zelf op een gegeven moment ook weten daarin. En toen is hoe oud was zij toen? Dat zij de diagnose kreeg, 14. Ja, ja. 13 of 14. Heel, heel eind op weg al dus. Ja. Ja. En, maar dan ben ik wel nieuwsgierig. Hoe zijn jouw kinderen er zelf onder dat ze autisme hebben? De jongste is nog echt aan het zoeken. Mm-hmm. De oudste, die is... nee, dat gaat goed. Dat is nou eenmaal zo, weet je, dat vooral. En dat zie je ook, die zoekt nu ook zijn hulp als dat nodig is. Dat kan hij zelf prima doseren. Ja. En je ziet ook dat hij bepaalde dingen die hij nog wil leren, daar helpen vrienden hem bij, bijvoorbeeld. Dat is ook een leuke dynamiek om dat te zien. Dus ja, en als je ouder wordt, je ontwikkelt je daar ook in, zeg maar. Dus je ook voor mensen zelf wordt het wat makkelijker om mee om te gaan. Ja, ja, ik merk dat bij mezelf heel erg. Nou, heb ik natuurlijk niet. Ik zit niet zo heel diep op het spectrum, dat ik een heel lastig leven heb in die zin. Maar het leven is voor mij een stuk makkelijker geworden toen ik op een gegeven moment echt diep ben gaan accepteren dat sommige dingen voor mij anders zijn en daar gewoon eerlijk over zijn. Ja. Dat ik tegen me zeg, ja, ik doe het op een andere manier, want dat, ik kan niet anders. Nee, precies. En dat vooral daar eerlijk over zijn tegen mensen, dat is het moeilijkste. Ja, niet proberen dat je het niet bent. Nee, dat kan niet. Dat klopt. En dat is wat ik nu ook zie bij mensen die ook bij mij inschrijven voor een baan. Ik probeer het juist bespreekbaar te maken aan het begin. Dus echt daar eerlijk in te zijn, want dan weet je ook waar je iemand mee kan helpen. En ik zie inderdaad mensen die worstelen, die zich inschrijven. Ja, eigenlijk mag niemand het weten. Op zich moet ik dan wel lachen. Zeg ik van, ja, maar als je bij mij inschrijft... Dan ben je toch een beetje per definitie. Precies. Ja. Maar het zichzelf daarin heel moeilijk maken ook. Ja. Komt dat veel voor dat ze zich... schamen. Ja, ja, dat ze zich schamen. Ja. Ja, zich onbegrepen voelen. En nog steeds wel de oorzaak naar zichzelf toetrekt. Terwijl je er zelf helemaal niks aan kan doen. Ja. Het is zoals het is... En de rode draad van deze serie podcastgesprekken is dat wij, Jan en ik, boos zijn omdat mensen vaak in bedrijven als kleuters behandeld worden. Aan de ene kant, en aan de andere kant is de frustratie over dat voor heel veel bedrijven niet het welzijn van de wereld, maar vooral het welvaart van de aandeelhouders of de directeuren centraal staat. Even een topje van de ijsberg, hè, van de dingen die niet kloppen, maar ga verder. Oké, wat zou jij dan willen zeggen tegen mensen die deze belangstelling of interesse of betrokkenheid niet hebben? Hoe kunnen wij mensen verleiden om op een andere manier naar werk te gaan kijken? Ja, dat is precies hetzelfde als wat je zegt. Je maakt het eerst bijzonder om het eigenlijk weer gewoon te maken. Benaderen mensen ook gewoon, zet je vooroordelen opzij. En haal het stigma eraf en laat je gewoon positief verrassen op het moment als je gewoon zo iemand in dienst neemt op allerlei vlakken. En het is gewoon, je moet het gewoon doen. En
Je moet het niet doen omdat je in de spotlights wil staan dat je goed bezig bent. Dat is de verkeerde motivatie. Omdat je reputatiemanager geïnteresseerd heeft, dan moet je doen als goed voor het bedrijf. Je hebt reputatiemanagers, heb je? Die zijn bezig met reputatie te managen bij bedrijven. Ja. Maar goed, ja, sorry, ik onderbrak je. Nee, dat moet niet je doel zijn. Nee. En wat je wel ziet is dat er zijn veel meer grotere bedrijven die hebben wel, zoals dat keurig heet, CSR-managers in dienst. Dus corporate responsibility managers. Je moet ergens ook in je jaarverslag laten zien dat je iets goed doet. Dat kan ook zijn dat je je IT-componenten aan een of ander goed doel schenkt. Zodat er een project in Gambia, bij wijze van spreken, mensen weer naar school. Dat soort dingen heb je ook. Maar ik vind het prima als je goed doet, mag je dat best laten zien. En dat vind ik alleen maar positieve. Ook vind ik ook positieve PR en ook om te verleiden naar anderen. Van, ja. Hey joh, kijk hier eens naar. Maar maak het vooral gewoon. Maak het bespreekbaar. Maak het niet bijzonder. En weet je, accepteer gewoon. Vind het gewoon gaaf dat als iemand solliciteert, dat hij eerlijk is en dat hij niet de sociaal-wenselijke antwoorden geeft. Omarm dat nou gewoon. En er is juist heel veel wel mogelijk, in plaats van dat je het op voorhand uitsluit van ja, maar nee, maar dat gaat niet. Het past niet in het profiel, weet je. 80% moet passen en 20% mag er buiten vallen. En ja. Wat me opvalt als we zo met jou zitten te praten, het lijkt bijna alsof het iets is wat jij zelf heel gewoon vindt. Hè? Dat vind ik ook, ja. Maar het is vrij bijzonder, toch? Het is tot nog toe bijzonder en als ik nu zie de impactondernemers die ik ken, die met doelgroepen bezig zijn, zijn meestal opgericht door ouders van kinderen die iets hebben. Die mensen die, de meeste sociale ondernemers zijn zo'n beetje rond 2008, 2009 opgericht. Die bestaan nu ongeveer de 10 tot 12 jaar. En die zitten nu met bijvoorbeeld opvolging. Van joh, hoe draag je zo'n bedrijf over? Ja. Gaan jouw kinderen bijvoorbeeld overnemen? Daarmee is nog met. Nou, dat is wat ik wel heel graag wil. Is door dit gewoon te maken. Wat ik ook hoop, is dat ik een jongere generatie in mijn team krijg. Die ook anders denken dan ik. Dat vind ik ook leuk. Gewoon via op een andere manier tegen de wereld aankijken. En dit dan ook als gewoon gemeengoed hiermee verder gaan. En dat vind ik ook het leuke. Dat mijn zoon bijvoorbeeld, door corona is hij zijn baantje kwijtgeraakt. Dus die doet nu de social media voor mij. Die was daar nooit mee bezig, zeg maar. Maar doordat hij zich hierin verdiept en dan zeg van, joh, pap, het is eigenlijk wel, er is best wel wat aan de hand hier. En ook zijn drive is geworden om toch met een twist, de social media probeert het net even anders te doen dan de grijze massa, om ook al een beetje op te vallen. Maar doordat hij daarover doordenkt, is hij ook veel meer maatschappelijk betrokken op mensen voor wie het niet zo vanzelfsprekend is. En ook wat beter betrokken op zijn broer en zus, bij wijze van spreken. Die snapt hij ook wat beter. Nou, dat hoop ik. Hij is 19. En ik hoop dat er gewoon wat meer 20ers, 30ers zeggen van, joh, weet je, dit vind ik gewoon gaaf. Hier gaan we in ieder geval mee verder. Ja. Nou, dank voor je aanwezigheid. Heb je nog voor ons een slotgedachte of een opmerking of iets wat je in ieder geval mee wil geven? Nou, hebben we belangrijkste kennis uit je geperst, wat je wilde vertellen? Volgens mij, ja, ik kan hier de hele dag zitten als je niet oppast. Dus, nee, het belangrijkste vind ik echt van, joh, zet die vooroordelen opzij. Vul het niet van tevoren voor iemand in. Ga met iemand in gesprek en kijk gewoon wat er mogelijk is. En natuurlijk kom je op punten uit die niet mogelijk zijn. Dan is dat zo, maar dan heb je er in ieder geval over nagedacht. En het is ook niet zo dat alles fantastisch gaat. Ik bedoel, er gaan best wel dingen mis ook. Dat hoort er ook bij. Dus het is niet dat we wegduiken, dat we denken dat alles lukt. Maar het meeste lukt wel. En daar krijg je gewoon enorm veel voor terug. En dat is meer dan een baan. Dat is gewoon doen. Ga in gesprek, ga het gewoon doen. En maak gewoon je eerlijke afweging. Op het moment van, doen we het wel of doen we het niet. En maak eigenlijk je afweging, we doen het wel. Ja. Dat is, wat jij zegt, vind ik heel waardevol. Dat je echt accepteert dat iemand anders is. Wat ik als een enorm compliment ervaarde, zoals al jaren geleden. Ik heb ook soms de neiging om een beetje me heel autistisch af te sluiten van de buitenwereld. Anders kan ik me niet focussen. En dat ik de ene collega die wou iets aan me vragen en de andere collega komt, nee, laat hem maar even, want zo werkt hij beter. En op dat moment, dan voel ik me echt compleet gezien en geaccepteerd. Ja. Dat andere manieren van doen en werken. Ja. Er zit een enorme druk op iedereen om mee te doen, hè, of normaal te zijn. Ja. Maar ja, wat normaal precies is, daar hebben we een soort gemene delen met z'n allen van gemaakt. En dat moet het dan zijn. Een of andere werkgever denkt ergens, iedereen moet het zo doen.
En ja, dat is gewoon een oplossing die werkt niet voor iedereen. Nee. Wat dat betreft zou je eigenlijk iedereen af en toe een kind toewensen met een enorme handleiding, omdat je daardoor gedwongen wordt na te denken over wat is eigenlijk normaal en wat is niet normaal. Ja. En als je daar niet over gedwongen wordt na te denken, is het lastig om het uit jezelf te gaan doen. En precies het punt wat jij zegt, behandel elkaar gelijkwaardig, op gelijkwaardig niveau. Dus het gaat inderdaad niet, je moet ook niet iemand een sticker opzetten van, dat is iemand die heeft iets en die zit daar in het hoekje. Nee, het is een collega. Ja. Okay. Nou, dank voor je tijd en aandacht en succes met de club. Ja. Gewoon voorwaarts, zeggen we dat. Manhaftig voorwaarts. Ja. Dank jullie wel dat ik hier mocht zijn.